deze kasten hangen de jurken van de 18e eeuw. Dit is bijvoorbeeld eentje die eigenlijk wel in de tentoonstelling zat. Maar die we er op een later moment weer uitgehaald hebben omdat we al te veel van hetzelfde type hadden. En omdat hij eigenlijk heel kwetsbaar is, want hij ziet er niet zo uit. Maar hij heeft aan de bovenkant langs de hals heeft hij allemaal puntjes van zijde band. En die zijn heel erg kapot. Dus daarom hebben we besloten om deze er dan toch maar weer uit te halen. Kijk, hier hangt er bijvoorbeeld eentje die wel in de tentoonstelling terecht gaat komen. En die moeten we dan nog op een pop zetten. Dit is een 18e eeuwse jurk. En het leuke ervan is dat hij aan de buitenkant is geborduurd met gele zijde. En dat hij aan de binnenkant heeft heel mooi blauw linnen. En je ziet dat het ook door dat linnen heen geborduurd is. En dat is voor de stevigheid. Dus dat ziet heel spectaculair uit. Alleen helaas bij de tentoonstelling zie je daar helemaal niks meer van. Maar het is ook heel mooi gemaakt dat het hier zo ontzettend fijn geplooid is bovenaan. En dat is helemaal langs de rand geborduurd. En hier is dan ook nog een jurk die nog in de tentoonstelling gaat komen. En die is echt ongelooflijk mooi nog. En het is een heel groot bloempatroon. Dus het lijkt bijna een soort behangselstof of gordijnstof. Die dan wel voor jurk is gebruikt. En deze heeft volgens mij ook een mooie blauwe voering. Kijk. Het is dan om te zorgen dat die rok zijn volume naar de zijkant krijgt. En er gaat dan weer zo meteen een onderrok overheen. En nog één, als het nodig is. En nog één, tot het goed is. De billen niet te veel. Ja. Iedere keer als je het opnieuw ziet, zie je wel andere dingen. Ja. Gek is dat, hè? Is heel alsof gek. Je elke keer beter ziet. Ja. Dat snap ik ook nooit. Het gebeurt natuurlijk niet vaak dat je ze allemaal bij elkaar hebt. Ja, dit is de voorkant die ik heb. Want sommige zijn ook echt heel groot. Ja, daar heb je veel ruimte voor nodig en dat hebben we nu. Dus daar vreug ik me wel op om dat dan allemaal bij elkaar te zien. Ik moet hem verder naar voren doen. Deze heeft hier in de armen, bij de mouwen heeft hij een verzwaring erin. Er zit een loodje in. En dat is ervoor om te zorgen dat je mouw naar beneden blijft. Nou, hij komt uit de familie Marchand et d'Ensembourg. Het is een Limburgse familie. Zit een jurk nou onder de borsten? Ja, hij zit op het randje. Borsten waren op dat moment helemaal niet zo belangrijk. Borsten werden ook niet als erotisch ervaren. De enkel. Dat was het echt helemaal. Want de enkel die zit helemaal verstopt hier onder die lange rokken. En als iemand dus met name als een vrouw dus bijvoorbeeld in of uit een koets stapt en ze haar rok optilt. Of ze loopt een trap op en je ziet dan een beetje iets van die enkel. Ja, dat was het. Jij pakt de bovenkant, dan kom ik... Nee, ik doe het uit het einde. Het ziet er ook echt uit als een bruid zo. Ja, met die parelmoer ook. Ze heet Margaretha Johanna Weddick Wendel. En ze trouwt met Hieronymus Nicolaas Baron van Slingeland. Op 25 november 1812. En het vroor en ze had een hele dunne jurk aan. Het bleek dus dat op de dag dat dit meisje trouwde... haar moeder al lang overleden was, maar het tragische was dat die moeder overleden is in het kraambed bij haar geboorte. Zit u zo goed aan? Haar vader was blijkbaar zo ongelooflijk aangedaan door het feit dat die moeder overleden was, dat hij speciaal een schilderij heeft laten maken. En dat is ook maar één in Nederland met dit onderwerp, waarbij je dus het gezin in de kamer thuis ziet. En in de kamer staat de open kist met daarin de overleden moeder. En de vader staat ernaast met een zakdoek in zijn hand. En hier hangt haar portret. En dit is dus de draagster van de roze trouwjurk. Ja, volgens mij is het halverwege de boezem. Ja, dus dan, als jij hem ietsje optrekt... Hij dan zit echt te laag. Wie, de onderjurk of de hele? De hele ding. Dan maak ik dat strikje daar even los. Dan heb je wat meer ruimte. Ja.
Dat durf ik niet, dat mag jij doen. Je zult toch maar opgroeien als klein kind met een schilderij waar jij iedere dag ziet dat door jouw schuld je moeder is overleden en dat die vader daar zo om moet huilen. Deze komt in de vitrine. Omdat vooral dat kant of de tulle die langs die hals en mouwtjes zit, dat is een zijde tulle en dat is echt heel kwetsbaar. En ze heeft aan de voorkant een paar vlekken van, toch van het feestje. En deze jurk kan je absoluut niet wassen. Maar dan doen we het met de belichting zo dat het zo min mogelijk opvalt. Dus dat haar handje een schaduw werpt op de jurk. En dan ziet hij er heel fris uit. Dat werkt echt heel goed. Moet die worden getild? Ik til eerst die pop er even uit. Kom maar. Dit wordt de meest recente jurk die we laten zien. De midjaren 60. Het is ook het begin van een geweldige tijd. De eeuw van het individu en de bevrijding. Dus zij komt op een donkere pop. En daar staat ze in de bladgouden poort als symbool voor de eeuw van de bevrijding van het individu. En de bevrijding van de kleding en tegenover haar staan 25 kledingstukken die juist beklemmend zijn met korsetten en heel formeel, hoge kragen. En dit is eigenlijk de mini-jurk. En dan Mondriaan, echt Hollands. En Yves Saint Laurent, echt couture. We hebben een pop laten spuiten. Ik hoop maar dat hij een mooie kleur heeft. En het is een geabstraheerde, donkere huid. Je wil eigenlijk de tentoonstelling voor iedereen maken, niet voor alleen de witte Nederlanders. Dat vind ik niet meer van deze tijd. En ik hoop maar dat het... Dus zij glorieert en zegt ook van... Het is geweldig. Ja, dat is eigenlijk wat ik hoop dat het gaat zeggen. Moet je daar op een knopje drukken? Ja, dat is een witte knopje. Ja, zet hem maar een beetje deze kant op, denk ik, hè? Ik vind die kleur wel heel goed gelukt. Ja? Ik ben heel blij mee. Met die... Toch? Wat vind jij? Ja, ik vind het heel mooi. Het is prachtig. Niet te kitschig, hè? Nee. Ik vind het echt heel mooi. Er zijn mooie, een beetje gelig lichtje op is. Heb je een andere borsten? Nee. Dit lijkt veel boller dan... Nee, maar ze zijn verschillend. Hè? Want ze zijn per periode verschillend. Deze is van rond 1900, okay. Belle Époque. En dat is een 19e eeuws model. Dat kwam dan door de BH? Door het corset. Door het corset. Als ik subjectief een tentoonstelling mag inrichten... dan wil ik dat je een wereld in wordt getrokken. En niet naar de techniek gaat kijken... maar dat je zo meteen echt gaat denken dat hier... Ja, de stemmen uit het verleden staan, weet je wel, die de sfeer oproepen van God, zo was het toen. Dan een beetje benaderen. En dat doe je dan op een soort geabstraheerde, poëtische wijze met licht, opstelling. En kleur van pop is best heel erg belangrijk. Ja. Nou, de combinatie, daar ben ik het benieuwd van. Woehoe. Vind je het te donker? Nee, ik denk alleen woehoe, zeg ik. Die armen zijn ellenlang. Ja, die armen zijn toch... Ja, dat is toch wel grappig. Ja, dat vind ik heel leuk. Heel leuk. Heel erg leuk. Ja, heel mooi. Maar dan maar in dat crème, dat is ook niet verkeerd. Nee, het is hartstikke mooi. Ik denk dat zo meteen staat hij op verhoging, weet je. Dat wordt de hoogste... En dan heb je daar tegenover een punt met 25 kostuums. Het wordt eigenlijk een soort strijd, weet je, op een of andere manier. Die zaal, voor mijn gevoel.